Good morning, mijn lieve minions. We hebben er weer zin in, want het is weekend en uiteraard is het morgen ook oudjaar. Ik hoop echt dat ik mezelf aan het filmen ben en dat ik niet nu alleen met Tieten aan het filmen ben ofzo. Vandaag gaan we lekker rustig aan doen. En ja, dat eigenlijk allemaal. Jullie gaan het zien. Maar in ieder geval is het weer weekend. Leuk dat je kijkt. Gaan we naar de stad? En ik heb mijn kerstcadeau binnen van mijn werk. Ook super chill, by the way. Die had ik de hele tijd niet binnen, want die was op het oude adres geleverd. Ik weet niet of ik het gezegd had. Whatever. Uiteindelijk is het terechtgekomen op mijn adres. Kreeg ik hem gisteren binnen, dus ik ben nu blij dat ik hem heb. Ik zie Gladiators op tv. Gladiators zien, dit is... Luister. Gladiators hadden niet die broekjes aan die je net zag. Dit is freaking onzin. Wat dan? Kijk dan, hij heeft een soort van string aan gewoon. Maar wat hadden ze dan aan volgens jou? Gladiators hadden zo'n... Gladiators hadden zo'n leren rokje ding aan. Ja, tijdens het gevecht, ja. Altijd, jullie moeten je freaking ondergoed. Die woonden niet in rokjes of zo. Weet je hoe warm het daar is? Oké, we hebben het over de serie Spartacus op Netflix. Ik zeg het je, dat die serie is raar. Er klopt helemaal niks van. Home sweet home zijn we weer. En ik zal even laten zien wat ik een beetje geshopt heb. As usual. Maar zoals jullie konden zien bij het H&M had ik zo'n, ik wil zeggen broekpak, maar zo heet het niet. Ik heb hem in ieder geval gekocht voor oud en nieuw. Dus hij zat behoorlijk strak, want het is een maat 32. Maar ik had nog een BH en zo, dat hoeft er eigenlijk niet onder. Dus die kan ik ook nog wel onderuit laten. En ik kan ook gewoon mijn adem inhouden de hele avond. Dat kan gewoon, dat is geen probleem. En ik ben bij de Action geweest, want ik was al in Rotterdam gaan kijken. Daar, of oplezers in Rotterdam hadden ze hem niet. Maar in Zeeland hadden ze hem dus nog wel. En dat is deze. Dat is een tafeltje. En ik wou hier bij de tafel wou ik graag nog eentje bij. Dus ik heb voor de zwarte gekozen. Dit is met groen en dit is met vlinders. Dat is niet mijn ding. Maar dit is zeg maar zwart marmer. Dus dat leek me wel heel erg leuk voor hierbij. Dus die ga ik ook even in elkaar zetten. Oké, een beetje donker, maar hij staat inmiddels in elkaar. Het heeft even geduurd, want Sien moest hem eenmaal fixen. Ik moet alleen nog een beetje kijken hoe ik hem... Hoe ik hem wil, want hij is dus precies dezelfde grootte als deze. En het tafeltje wat ik eerst had was zeg maar net iets hoger of iets kleiner. Dat weet ik even niet meer. Maar zeg maar net zo ertussen. Dus ja, ik moet even kijken hoe ik dit wil hebben. Goedemorgen allemaal jongens. Het is vandaag de laatste dag van 2017. Ik heb geen idee of ik mezelf film, dus ik hoop het. Ja, ik heb er wel zin in vandaag. Ik heb vandaag mijn Heidi Klum jurkje aan. Dus we moeten even zien hoe cute dit jurkje mij staat. Dus ja, die heb ik vandaag aan. Niet vanavond, want vanavond trek ik mijn ding aan die jullie gisteren in het pashokje zagen. Dat ding. Dat is voor vanavond. We gaan vanmiddag naar een borrel in Vlissingen van oude collega's van mij. Daar heb ik wel heel erg zin in. En daarna zouden we... Oh, hij zit bang. Daarna zouden we naar mijn broer gaan, maar helaas is mijn zwager ziek geworden. Dus dat gaat niet door. Dus het ziet er naar uit dat Sien en ik oud en nieuw gewoon voor het eerst sinds we bij elkaar zijn samen gaan vieren. Met z'n tweeën. En daarna gaan we naar Losbollig. Oud en nieuw feestje in Middelburg. Dat is heel gezellig jongens. Er was natuurlijk een oud collega die is met pensioen gegaan en die hield een borrel voor allemaal collega's en dus ook oud collega's. En ik heb zoveel leuke oud collega's weer gesproken en gezien en mee afgesproken voor volgend jaar. Morgen.
om weer af te spreken en zo. Want je doet het niet, maar je moet het eigenlijk wel doen, vind ik. Je doet het gewoon te weinig. Dus dat is ook weer een van mijn voornemens. Dus het was echt heel erg gezellig. Ga jij filmen voor mij? Oh, wat aardig. Ja, nu alleen even. Oh, oké. Okay. Ik dacht de hele avond. Willen jullie mijn outfit zien? Ik ben helemaal klaar. Ik ben helemaal ready. Ik ben helemaal dressed. Ik heb mijn haar in de krul. Maar... Nee, mag outfit niet showen. Waarom niet? Veel te sexy. En dit is degene die ik gekocht heb bij de H&M van de week. Door wie? Zeg even door wie. Door wie? Zeg even door wie. Hoezo door wie? Van wie moest jij die kopen? Ja, van jou, maar... Ja. Geen hakken aan wilde ik wel, maar ik dacht, ja, weet je, ik wil dansjes doen. En dansjes doen kan ik niet goed op hakken. Maar wel op Adidas. Dus vandaar gewoon mijn Adidas. Maar ik ben helemaal blij. Deze van H&M. Ja. Ik vind het wel geslaagd. En... Voor het eerst sinds... Mega lange tijd heb ik net wimpers op. Kan je het zien? Nee. Oh, nou, mooi zo, want dat is de bedoeling. Maar dat is echt zo lang geleden. Ik ben er inmiddels ook wel aan gewend, maar het voelt even heel gek. Je hoofd voor jou iets naar links. Ja, perfect man. Wat dan? Je hebt horens. Ah! Oh, ik haat vuurwerk. Wij hebben ook vuurwerk trouwens. Maar niet heel veel. Cheap ass potjes. Maar hey, het is wat. Goed, ik ga snel verder. Wat ik nog wel even wilde zeggen trouwens is dat als ik... Auw, dat shirt. Ik moet even omhoog. Dat als ik ga filmen vanavond, dat ik dat allemaal met mijn telefoon doe en niet met mijn camera. Want ik neem mijn camera niet mee. Hij is al kapot genoeg inmiddels. En ik wil hem liefst niet helemaal kapot maken. En dat gaat wel gebeuren op zo'n avond. Dus ik film gewoon lekker met mijn telefoon als ik wat film. Jullie doen het er maar mee. Het is wat het is. En dan hoef ik ook niet al die spullen mee te sjouwen. Want daar heb ik ook nogal een hekel aan. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year, mopje. Ik weet niet of we onszelf filmen, maar het maakt niet uit. Happy New Year, jongens. Het is zover. Het is officieel 2018. Eindelijk 2017 is voorbij. Ik vind het helemaal niet erg. Ik ben blij dat er een nieuw jaar is. Okay. Het gaat letterlijk om 12 uur precies regenen. Proost. Hé, hey, dit is plastic. Nee. Echt niet? Ja. Huh? Zo voelt het dan. Wij gaan even vuurwerk checken, jongens, buiten. Woep woep. Brak voor morgen. Vandaag is het 1 januari. Sien en ik zijn 4 jaar samen. Voor ons is het toch een morgen. We zijn net wakker. We zijn brak en we hadden super veel zin in McDonald's. Dus dat hebben we lekker gehaald. Het tasje is alleen een beetje nat. Want het regent buiten. Welkom in 1 januari, jongens. Of nee, welkom in het nieuwe jaar, jongens. Waar het nog steeds regent. Lekker Mackie. Frietjes, hamburgers. Oh, we gaan even ontbijten, man. Vet veel zin in. Doe je dan op 1 januari? Helemaal niks. Helemaal niks. Dan leg je gewoon een matras in de woonkamer. En ga je lekker filmpjes kijken. Omdat het kan. Welke film gaan we kijken? 50 Shades of Black. Begin van 2018 lekker niks doen. I love it. Oké, film 1 was klaar. Wat vond je van film 1? Het is echt heel donker, jongens. Sorry, maar ik heb gezien mijn licht aan te zetten. Vond ik niet zo. Nee, hè? Nee. Ik ook niet, want ik ben in slaap gevallen. Ja. Nee, het is niet echt... Het is een soort van... parodie op 50 Shades of Grey, hè? Ja. Maar
Het is niet echt gelukt. Nee. Vind ik zelf. Hij is echt een beetje raar. Nu? Ark. Welke gingen we kijken? Ark. Ark met een Q. Volgende dag, want we zijn in slaap gevallen. Maar mijn video moest nog afgesloten worden, dus dat was ik vergeten. Dus Sien gaat video afsluiten, want mijn garenhoofd gaat niet op YouTube vandaag. Gelukkig nieuwjaar! Ook dat. Bedankt voor het kijken van deze vlog. We zien jullie volgende week weer terug. Met weer allemaal nieuwe leuke specials. Vergeet deze video niet te liken. Duimpje omhoog, ja. Te subscriben. Deel het. Laat dat je familie zien. Laat dat je vrienden zien. Laat dat je neef en je nicht zien. Laat dat iedereen zien. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Bye. Doei.